Yes guys, welkom weer bij een gloednieuwe video. Mijn naam is Paul van Sprendon. In deze guide ga ik je precies uitleggen hoe je Shopify PageSpeed gaat optimaliseren. Je paginasnelheid van je store is extreem belangrijk en hoe sneller deze momenteel is, hoe meer sales je gaat behalen. Want als je een langzame site hebt, dan gaan bezoekers heel snel afhaken en plaatsen dus geen bestelling. Ik ga je precies uitleggen hoe ik dit doe, hoe mijn studenten dit doen en hoe jij dit dus ook voor jezelf kan gaan toepassen. Nou, test ten eerste je paginaspeed en dat kan met de volgende drie tools. Dat kan je doen door middel van PageSpeed Insight, Google PageSpeed en GT Metrics. Zoek ze alle drie op Google en test voor jouw specifieke website URL die je hebt. Check je scores hierbij en check de errors op je page. Kijk voor geoptimaliseerde foto's, browser caching en een stukje JavaScript wat misschien mist. En los ze daarna ook op. Je kan CrispPix gebruiken om bijvoorbeeld je foto's te optimaliseren. Je kan Fiverr gebruiken om daar een developer in te huren die je PageSpeed kan gaan fixen. Dat is wat ik normaal gesproken doe van al mijn stores en wat ik ook aanraad voor studenten om dat te gaan laten doen. Om ze te laten coderen en de snelheid van je store aan te passen. Je hebt ook verschillende Shopify apps voor PageSpeed boosters en die kan je ook zeker gebruiken om daarbij je paginasnelheid te verhogen. Super korte video, ik hoop dat je hier aan iets hebt gehad, aan deze tools. En laat me weten wat voor video's je nog meer zou kunnen zien. En dan zie ik je weer terug in de volgende video. Ciao, ciao.